baby. Hit it. Dag. Wij werden misbruikt van slavenarbeid. Het duurt even, maar dan heb je wel wat. Welkom bij Crea Weekend Hardenberg. Het is vandaag vrijdag, het is de allereerste dag van de beurs. Ik ben sinds gisteren eigenlijk aan één stuk door best wel chagrijnig en gestrest. Hè? Nee, valt wel mee. Nou, hij heeft al wat dingetjes moeten slikken, zeg maar. That's what she said. Maar alles staat nou op en ik ben wat meer gerustgesteld. En ik merk dat ik er wel zin in begin te krijgen. Maar ik merk dat ik nog steeds een beetje in zo'n fase zit. Dat ik bang ben om me erop te verheugen. Omdat ik ergens bang ben dat het een flop gaat worden. Weet je wel? Dus daar maak ik me wel een beetje druk om. Maar alles ziet er super leuk uit. Ik heb mijn creatieve vriendinnetje Marion hier van Acrea Life. Ik heb Wouter hier. Dus qua gezelschap, ja, daar zal het niet aan liggen. Nu nog hopen dat er mensen gaan komen. Dit keer sta ik op de Creative Corner. Dat is echt meteen lekker in de ingang. Je komt binnen en je ziet ons gezellige pleintje met een chillstukje en allemaal kraampjes. En ik sta hier niet alleen, want Marion van Acrea Life, die is er ook gezellig met maar liefst 2 verschillende workshops en wat leuke producten om te verkopen. Hallo! Hallo! Heb je er zin in vandaag? Ja, ik heb er wel zin in vandaag. Ja? Ja, het is altijd een beetje wennen weer. Vrijdag is altijd wat rustiger dagje. Dus dat komt helemaal goed. Vrijdag is voor mij altijd wat rustiger. Het publiek wat meestal op vrijdag komt is altijd een bepaalde, vanaf een bepaalde leeftijdscategorie. En ik merk dat hun altijd mijn stukje niet echt helemaal aanspreekt. Dus qua drukte weet ik gewoon dat de vrijdag altijd rustig is. En dan hoop ik gewoon dat het morgen en overmorgen gewoon lekker druk is en lekker vol. En dat we dan lekker tegenaan kunnen gaan. Aan de andere kant ook wel goed, want ik was vandaag om 4:30 wakker. Dus dan kan ik gewoon een beetje relaxed doen, tranquilo, chillen en gewoon even genieten en alles op me af laten komen vandaag. Het is vandaag alweer zaterdag, oftewel dag 2 van Crea Weekend Hardenberg. Ik heb er onwijs veel zin in. Gisteren was een wat moeizamere dag. Vrijdag is voor ons altijd meer een beetje de grijze mensendag. Sorry, grijze mensen, maar het is echt zo. En de grijze mensen komen niet heel gauw op ons stukje uit. Dus ik hoop dat er vandaag wat jeugdiger publiek komt, zullen we het zo maar zeggen. En dat jullie onder andere komen. Want ik heb onwijs veel zin om jullie allemaal te gaan ontmoeten. Maar hopelijk wordt het vandaag zo druk dat mijn lieftallige hulp vandaag ook lekker bezig is. Ik heb Sarah hier. Sarah Lindenholz.
Ik ben dus Sarah Lindholz. Ik ben illustrator van een woord. Ik zeg liever crea-lieveling, want ik hou van creatief zijn. En ik geef tekenworkshops, ik doe livestreams. Dus als je een keertje cartoonpoppetjes wil leren tekenen en je denkt ik kan het niet. Nou, je kan het echt wel. Je hebt gewoon even een juf nodig. En dat ben ik. Nou, ik zal sowieso alle linkjes van Sarah in de omschrijving zetten. Dus volg haar overal. Geef haar wat liefde. Want dat is ze zeker, zeker waard. Voordat we echt gaan beginnen met de dag, wil ik nog eventjes een beetje de stand laten zien. Want in de studiovlog had ik het over wat rekken. En die ben ik vergeten te laten zien. Dus dat gaan we nu doen. Een van de rekken die ik samen heb gemaakt met Wouter. Of ja, ik heb het idee bedacht. Wouter heeft het gemaakt. Maar een van de rekken die we hebben gemaakt, dat is dit houten rek. Super, super tof. Wel heel duur tegenwoordig, want hout is heel duur tegenwoordig. Maar ik vind hem echt heel, heel erg leuk. En daarnaast heb ik ook wat zwarte rekken gekocht bij Amazon. Die zijn van origine van die kubussen te maken. Maar ik zag op Pinterest dat je er ook van dat soort rekken van kan maken. Heel erg leuk, heel handig. Kun je lekker de hoogte in. Dus ook daar ben ik heel erg blij mee. En verder hebben we gewoon een hele hoop kratten en hout. En lekker wat simpele dingen. En de workshoptafel is ook super, super leuk geworden. Vol leuke producten van Van Gogh, die ik allemaal heb gekregen van Royal Talents. En ook dat is lekker gezellig. Gisteren dacht ik wel dat ik de placements kwijt was. Heel veel stress, maar ik heb ze gevonden. Lekker verhaal. In tegenstelling tot gisteren is het vandaag echt zo druk dat ik er niet te lang over moet nadenken, want dan word ik emotioneel. Maar het bevalt echt heel erg goed. Er zijn een paar dingen die ik wil echt leren met het werken met de aquarelverf in de workshop. Dat ik voor de volgende keer toch een paar dingen anders moet doen. Maar over het algemeen is het lekker druk. Ik hoor goede feedback. Iedereen heeft het naar zijn zin. En ja, ik ben wel echt, echt aan het genieten vandaag. En Sarah, hoe vond je het vandaag? Helemaal leuk. Bedankt voor al je hulp. Graag gedaan. Ik had het zonder haar echt niet kunnen doen vandaag. Dus heel erg bedankt. Heel erg thanks. Toedels. Hele goede morgen. Het is vandaag zondag, dag 3 van Crea Weekend Hardenberg. Nou, ik heb de energie wel nodig vandaag, want ik ben goed moe. Maar wel al heel erg voldaan. Gisteren was een fantastische dag. Maar ik heb wel gemerkt dat de workshop die ik had bedacht toch echt iets te uitgebreid was. Ik heb zelfs iemand gehad die heeft 2,5 uur gezeten. En in principe maakt dat niet zoveel uit op persoonlijk vlak. Maar op zakelijk vlak is dat gewoon niet zo slim. Ik heb wat kortere workshops nodig, wat minder stappen. Dat op die manier ook makkelijker uit te leggen is. Dus ik heb het schemaatje wat ik heb gemaakt, heb ik aangepast. En ik heb overal een klein stukje van afgehaald. We hebben de laatste 3 stappen hebben we verwijderd. En dat is eigenlijk het stukje puur dat je dat beetje kleur toevoegt. Ik dacht, dat is een kwestie van 5 minuten. Maar dat duurt toch vaak een half uur of zo bij mensen. En is net gewoon net iets te veel. Dus die heb ik vandaag verwijderd. Ook omdat ik vandaag geen hulp had. Ik had gisteren natuurlijk Sarah. Dus dat scheelt een hele hoop. Dus aangezien ik ook een beetje moe ben vandaag, ga ik dit aanpassen. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik met aquarelverf een workshop geef op een beurs. Dus ook dat is nog voor mij vallen opstaan. Ik heb wel hele goede feedback gekregen. De producten op de kramen gaan echt als een tiet. Mag ik het zeggen? Vast wel. Die gaan heel erg hard. We hebben bijna geen schetsboekjes meer. De aquarelverf gaat keihard. Ik merk wel dat alleen eigenlijk de producten verkopen die we ook gebruiken met de workshops. Dus dat is een goede om te onthouden voor de volgende keer. Maar ja, we hebben 2 leuke dagen achter de rug. Gisteren was fantastisch. Zondag is meestal ook een hele drukke dag. Want dan komen de gezinnen met de kinderen en alle dochters en zonen van ongeveer een beetje in de puberfase tussen 10 en 17 of zo. Die vinden het meestal ook wel leuk. Dus ik verwacht dat ik die wat meer ga zien vandaag. En over het algemeen heb ik er wel echt heel erg veel zin in. Maar ik heb er ook wel heel erg veel zin in als we vanavond wat Noor kunnen ophalen. En het diertjes weer zien. Hoe bevalt het weekend voor jou? Goed. Ja? Ik vind het nog steeds vreemd dat mensen me herkennen. Want ik probeer altijd gewoon een praatje met iedereen te doen. En dan weet ik niet meer waar ik het over moet hebben.
Maar ik vind het echt leuk. Ja, gelukkig. Leuk na anderhalf jaar. Dus dankjewel dat jullie komen. We hebben zoveel van jullie mogen ontmoeten. Gisteren vooral. En dat is echt heel, heel erg bijzonder. Maar voor in de toekomst, als je langskomt en je zegt, hoi, ik ken jou, zeg alsjeblieft je naam online. Want dan kan ik het linken. Jullie hebben zo kleine profielfoto's. Ik kan het niet zien. Als jij zegt, ik ben die en die, ik reageer daar op YouTube of ik reageer op Insta. Gewoon als je dat al aangeeft, dan is de kans heel groot dat ik weet wie je bent. Dus dat is een tip voor de volgende keer. Hoe bevalt Crea Weekend voor jou dit keer? Met, eigenlijk wel goed. Ja, het is wel weer heel gezellig. Even wennen dat het zo lang geleden is dat we hier stonden. Maar nee, het bevalt eigenlijk wel heel goed. Ja, lekker veel workshops gehad en mensen. Ja. Veel mensen meer mogen zien. Ja, vooral gisteren was het lekker gezellig druk. Dus heel veel sleutelhangers gemaakt vooral. Mooi. Nu nog één dagje. Nog één dagje. Ja. En dan kunnen we slapen. One step is all it takes to get us moving anywhere. And now that we are on our way, I need to say. What used to keep us back were just excuses made to not change. You say, I promise to be there in every single way. We're doing this together every step we take. Het geluid en het gevoel wat je hebt bij mensen die heel erg geconcentreerd bezig zijn, dat is echt altijd zo genieten. Vooral, ik moet echt zeggen, vooral de jeugd heeft dat heel extreem. Die zijn dan helemaal zo lekker gefocust en in een moment en lekker bezig. En daar kan ik echt heel erg van genieten. Ja. Oh. Nee, het zijn drie leuke dagen. We zijn weer heel veel mensen gezien. Dus ja, een beetje raar om weer hier te staan na anderhalf jaar. Ik ben echt moe, ben afgepeigerd. We moeten daar nog 3-4 uur naar huis rijden. Je kunt het waarschijnlijk aan mijn ogen wel zien. Dat is een lange dag, een lang weekend. Hij is zo lief dit weekend. Ik hoor hem praten met mensen, gewoon heel lief en lekker bezig. Alles goed aan doen en tasjes doen en je hoeft zo. De rest van het jaar niet meer lief te zijn. Of wel? Helaas. Ik heb zoveel afwas gedaan dit weekend. Ja, hij heeft heel veel punten gescoord. Ja. A few moments later. Nou, dat was alweer Crea Weekend Hardenberg. Mm-hmm. Ik had voor dat we heel weinig hebben gefilmd, maar ja, dat is er ook gewoon een beetje van gekomen. Sorry daarvoor. Ik hoop dat jullie alsnog een beetje een leuke indruk hebben gekregen. In het voorjaar op 18, 19 en 20 maart, of niet vergis, ja, is er de voorjaarseditie. Ik sta er dan, als het goed is, sowieso, weet ik 95% zeker. Wouter weten we ook 95% zeker. En ja, dus als je het leuk lijkt, kan je altijd dan ook eventjes gaan komen. Ja. Ik heb het in ieder geval super, super naar mijn zin gehad. Heel veel geleerd ook weer dit weekend. Heel veel geleerd, heel veel mensen gezien. Ik vond het heel erg leuk dat je erbij was. Ik vond het ook leuk dat ik erbij was. En ja, dat is het eigenlijk. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Like als je die video leuk vond. En dan zien jullie graag volgende keer terug in een nieuwe video. Tot ziens! Doei.